Als schout past dat er in Mechelen niks gebeurt of niks te zien is, wil past en magaai het anders. Met mijn zo is tien en tander bekeken. Klapgat. Als de vrouwen van de mis kwamen, deden ze daar elk klapje. De mij iet het daar zo. Daar rechtover is het Grunwaterke. Geef toe, een van de schoonste plekjes in Mechelen. Het is echt een schilderij. Als je daar links over het Murken loort, dan zit je in de Hof van de Kardinaal. Er wordt in Mechelen ook aan muurpoëzie gedaan. Vanaf de rechts is het refugiehuis van Sint-Rooi. Een logement voor paters die op duurhuis waren. En in het refugiehuis van Tongerlo maken ze nog altijd het beroemde Mechelse wandtapaat en herstellen ze tapaten voor overal in de wereld. Hier in de Sillekes woont er een kunstenares, een beeldhouwster. Die heeft het daar ferm opgeknapt. En soms komt daar vuil volk op bezoek. En daar woont ook schoenvolk. Aan de Kouremet staat een os waar vroeger de klokkengieteraar van Michiels was. En in het oud-oos van den Berg, daar heeft vroeger een fameuze Mechelaar gewoond. Een van de grootste barokcomponisten, namelijk Philippus de Monte. In Mechelen liggen de roots van Ludwig van Beethoven, maar daar schiet niks meer van over. Waar vroeger Lamont was, in het Van Beethovenstrutje, hebben ze over Grootavers gewoond. En dat was ze vroeger een gedenkplaat in de muur. De muur is weg en de gedenkplaat is ook weg. Hebben ze hem gepikt of wat? Niemand weet het, zeggen ze. En toch staat er Marienecentrum met Stuuren in Mechelen. Doegbrug leidt er al meer dan 700 jaar. Het is toch een schoon zicht, hè, met dat tolhozeke. Nou leidt er een boete verkommeren. Vroeger leefden de Mechelaars in hozekes van liem en hout, maar dan bouwden ze in steen met een oude gevel. Zo stonden er nog een paar, en die zijn meer dan 400 jaar oud. Op de zoutwerf aan Doegbrug hadden in de grote zalm, met een nust in de kleine zalm. Sommige rijke paarders bouwden nu zijn hemel al op paarden, gelijk als op het toekske van ons Livraal Kerkhof. In de Katlanenstraat staat ook nog een schoone natte gevel. Het Schepenhuis is nog een van de oudste Gotische statuizen van de Lege Landen. Dat was vroeger het parlement van Mechelen. Een paar jaar geleden hebben ze aan de post en op de Grote Met met grote werken begonnen. Ze hebben eerst wat putten gegraven, die mannen met hun schuppeke en hun schildersbustel. Dat was om nog wat geschiedenis van Mechelen te achterhalen. Daarna zijn ze met groot geschut gekomen. En eerlijk gezegd, het is wel tamelijk rap vooruit gegaan met die werken.
Zie, zo zag de grote metter vrij grootse. Ze hebben ons Margriet weggepakt en aan de volbak gezet aan het toeimagazan, in de gebeuren van die bloeten en andere posteuren van de academie. Op de grote met mocht ze niet meer staan, want het is kans dat ze letterlijk en figuurlijk in de grond zou zakken. Met mijn petitie gaven om ze terug op de grote met te zetten, maar het stad en die van de parking en me voortgezet. Op de viermet hebben ze ook alles opengeleid, voor auto's onder de grond te stoppen. De stadsschouwbrug waar vroeger Margaretha van York woonde, hebben ze schoon opgeknapt. Ze hebben er wel wat lang aan gewerkt. De gevel van het paleis van Margaretha van Oostenrijk is ook heel mooi opgeknapt. Met haar werd er een nieuwe staal ingevoerd, de Renaissance. Maar haar paleis, dat is een mengelmoesje van Italiaanse nieuwigheden en Vlaamse tradities. Op de Averwerf stonden ook nog een paar schoongevelkens, maar op de hoek het paradijs. Met dan rust de duveltjes. Die moesten herinneren aan de gevaren van het leven. De met was nog niet af of het was er al terug gezellig druk. Ze hebben ons Margriet dan aan het klakkenoos gezet. Ze had lang op de grote met gestaan, van in 1849. Maar allee, nou dat ze toch staat, het valt nogal mee. Nou kan ze de post en de grote met groot in doel houden. Zeg van de grote met gesproken. Ze hebben de met vol grazen kassaai geleid, wel 1.200.000. Ik heb ze niet geteld, maar er liggen er wel ongeveer 100 in een vierkante meter. En die heb ik wel geteld. En heel de met is 12.000 vierkante meter groot, zo dus. En zo zit de grote met er najootse. Eigenlijk niet slecht, hè? Maar ja, je moet er wel aan gewoeren, hè.